goedemiddag op deze woensdag. Het is 1 juni, ik ben klaargemaakt. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb zojuist een rookmelder gekregen. Ik zal hem even laten zien. Hij zit in de gang. Ik hoop wel dat mijn trap nog naar beneden kan. Ik denk het wel. Hier zit hij. Dit is hem dus. Heel basic rookmeldertje. Verder niet heel bijzonder. Die zijn natuurlijk vanaf 1 juli zijn ze verplicht. En ik kreeg dus melding dat ze die vanaf vandaag gingen plaatsen. Hij zou 10 jaar meegaan. De batterij zou ook 10 jaar meegaan. Kan iets korter zijn. Maar ik hoef hem in ieder geval niet zelf te vervangen. Dat wordt allemaal gedaan door de woningbouw. Dus dat is wel goed geregeld. Ik wist ook zelf eerst niet of ik rookmelders zou krijgen. Omdat ze dus verplicht worden. Maar toen kreeg ik dus toch een bericht van de woningbouw dat ze die gingen plaatsen. Dus die zit er mooi op. Was wel mooi, want deed de deur open. Ze waren met z'n tweeën en één jongen die deed het allemaal installeren. En de ander die legde het eventjes uit en dan moest ik even tekenen. Toen zei die een al, oh doe de deur maar even dicht, want er zitten hier katten. Dus of ze hebben muis horen miauwen of ze hebben mijn kattenbordje aan de deur gezien. Dan zou het effect hebben. Maar dat is mooi weer klaar. Ik heb gisteren lekker gekeken naar Voor Hetzelfde Geld. Ja, het was wel leuk. Ik vond het moeilijk. Ik vond alle huizen niet echt geweldig waar ze gingen kijken. Maar het kwam denk ik ook de omgeving dat mij niet zo trok. Ik zou dan denken, oh wat ver weg. Maar ja goed, die mensen hadden gewoon een auto. Uiteindelijk hebben ze geen bod gedaan op het huis waar ze hebben proefgewoond. Omdat het toch... het woon-werkverkeer was toch wel lastig en er ging toch nog aardig wat geld in zitten omdat ze wilden verbouwen, omdat het allemaal best oud was. Dus het was voor hun niet het huis waar ze wilden gaan wonen. Uiteindelijk hebben ze besloten hun eigen huis te verkopen en hebben ze een camper gekocht en gingen ze rondtrekken. Ja, dat moet ook je ding zijn. Ik zou ervan griezelen, maar god, die mensen vonden dat leuk, dat gingen ze doen. Ik heb de vlog afgemaakt. Ik ben met mijn foto's bezig geweest. Die zijn nog niet helemaal af. Die moet ik nog wel even afmaken. Maar de laptop was wat trager. Je had moeite met opslaan. Dus dat was allemaal een beetje lastig. Dat moet ik vanavond dan nog eventjes afmaken. Ik heb wel een nieuwe Netflix-serie gestart. Nou moet ik hem eventjes opzoeken. En waarschijnlijk kan ik hem niet uitspreken. Want het is weer een Spaanse. Had wederom een hoge matchscore met mij. Ik ga even kijken. Ik zie hem hier staan. Quien mató a Sara? Nou, ik zeg het helemaal niet goed. Dat weet ik gewoon nu al. Het gaat over een man die heeft 18 jaar vastgezeten voor de moord op zijn zus. Maar hij heeft die moord niet gedaan. Maar hij is toen de tijd eigenlijk een soort van gedwongen om de schuld op zich te nemen. En nu is hij vastbesloten om wraak te nemen op degene die zijn zus daadwerkelijk wel vermoord heeft. Maar de eerste aflevering was wel heel spannend. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat verder gaat. Er zijn 3 seizoenen van. Dus ik ben wel benieuwd. Hij stond ook in de top 5 van die dag. En ja, zoals ik zei, een hoge matchscore. Dus ik ben benieuwd. En daarna heb ik flikken gekeken, dus dat was ook wel weer mooi. Ik moet even een was aanzetten. Ik moet nog even een was opvouwen en ik moet hier even de boel doen. Ik ga daarna even de doodles afmaken. Er is nu trouwens even een zomerstop op doodles. Vandaar dat er nu geen nieuwe online was gekomen. Maar vanaf september komen er pas weer nieuwe doodles online. Dus nu heb ik gewoon even een paar maanden geen doodles teken. Omdat ze dus nu hebben besloten... Tenminste, diegene die dit altijd maakt, die heeft nu besloten om een keer een zomerstop in te lassen. Dus dan was mei was even de laatste doodlemaand. Dus die kan ik mooi even afmaken. Dus. Maar goed, ik ga nu eens eventjes wat doen. Ik ga jullie gewoon weer meenemen in ieder geval. Thank you.
insectenvrij. Ik heb er net even een emmer met chloor doorheen gegooid. Ruikt gelijk ook weer lekker, maar alle insecten zijn in ieder geval lekker dood. Dus dat is wel heel fijn. Dus dit kan mooi opdrogen. Het is gelijk weer schoon. Dus dat is wel top, vind ik zelf. Zo, ik ben weer klaar met alles. Wat een productieve dag, kan ik wel zeggen. De was is opgevouwen. Ik heb een was aangezet. Die zit inmiddels ook al in de droger, want die was gewoon al klaar. Dus de droger is ook al bijna klaar. Ik heb volgens mij nog nooit zo vroeg mijn was weg gehad. De woonkamer is lekker gedaan. Ik heb een deel van de keuken dan ook even gedaan. En ook even een deel van de tegels weer. Het crematorium bij de voordeur is weg. Want ja, dat waren natuurlijk allemaal dode beesten. En ik dacht, ja, dat moet ook echt wel eventjes weggehaald worden. Daar heb ik later dan even lekker chloor met water overheen gedaan. Ze rook ook gelijk weer fris. Nu hopen dat het even weg blijft. Maar goed, zodra het gewoon weer aantrekt met de beesten, gewoon gelijk weer sprayen. Want ik heb nu gezien hoe effectief het is. Ik had nog een heleboel krantjes liggen waar ik dingen uit wilde knippen die ik wil gebruiken in mijn bullet journal. Dat heb ik allemaal gedaan. Die zijn nu lekker allemaal in de... Voor mij heb ik een hele vieze bril op. Ja. Lekker in de oud papierzak beland. Ik heb de doodles afgetekend. Nou ja, dus voorlopig even geen nieuwe doodle challenge. Dus nou ja, goed, dan kan ik mijn bullet journal mooi bijwerken. Op zich was het echt wel lekker productief, moet ik zeggen. Dus ik ben wel goed bezig geweest, vind ik zelf. Ik ga zometeen even lekker relaxen. De was die zal straks klaar zijn. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond begint het nieuw seizoen van Het Perfecte Plaatje. Dit is dan een tussenseizoen, eigenlijk een verkorte versie. Ze zijn in Argentinië, maar ik vind het zelf altijd wel heel leuk. Dus ik ben wel benieuwd. Ik heb even OB's opgenomen, want dat begint vanavond in de BNN ziekenhuis heb ik ook opgenomen. Dan kan ik het mooi van het weekend even terugkijken. Ik moet even de foto's vanavond nog afmaken. Dan moet ik mijn blogpost schrijven, de vlog inplannen en een thumbnailtje maken. En daarna ga ik eventjes lekker mijn Netflix serie kijken en flikken. En ik had gisteren, ik schrok me helemaal gek. Ik liep ineens de keuken in en er zat zo'n grote mug. Echt zo'n vieze langpootmug. Nou, echt, mijn hart klopte gewoon niet in mijn keel. Ik vond het echt eng. Dus, nou ja, die hebben we even weggehaald. Maar ik ben zo geschrokken. Oh, dat is echt niet mijn ding. Maar goed, het was even heel eng in ieder geval. Ik ga nu lekker relaxen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Dus ik zou deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 2 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik had net een spin op de slaapkamer. Die heb ik maar even weggehaald. Daar kan ik natuurlijk niet tegen. Ik heb even mijn sportroutine gefilmd. Maar ik weet niet hoe ver die heeft gefilmd. Want volgens mij is de batterij halverwege leeg gegaan. Nou, dat moet ik maar eventjes zien. Ik ga zometeen even een video opnemen als ik stof gezogen heb. Daarna ga ik even bullet journalen. En dan kan ik ook gelijk even de make-up opruimen. Want ik ga de favoriete video opnemen. En die is, het mandje zit best wel vol. Dus kan ik het ook gelijk even opruimen. Nou, gisteravond heb ik Het Perfecte Plaatje gekeken. Was wel leuk. Was wel even wennen in het buitenland. Ik vind het in Nederland altijd wel iets leuker. Omdat ik zelf ook niet echt van het buitenland ben. Maar het was op zich wel leuk. Er hoefde nu nog niemand naar huis. Maar ik kende ook niet iedereen. En dat maakte het een beetje lastig. Normaal ken ik ze allemaal wel. En dat had ik nu niet. Dus ik had gelijk al een beetje van, oh, hey, niemand vond me niet zo heel interessant, zeg maar. Ik heb daarna eventjes de vlog ingepland. Want dat was vorige week niet helemaal goed gegaan. Dus ik wilde nou wel eventjes zorgen dat het goed was. Ik heb even een thumbnail gemaakt. Ik heb de foto's verder bewerkt. En ik heb mijn artikel geschreven. Een blogpost. Maar zat niet echt lekker mee, want Tijgertje die wilde steeds bij me op schoot. En dat is gewoon heel lastig als je achter de laptop wil zitten. Maar altijd als ik achter de laptop zit, willen de katten erbij. Dat is echt heel raar. Ik ben verder gegaan met de Netflix-serie. Echt super spannend. En daarna had ik flikken. Dus ja, verder ook niet heel erg interessant. Gewoon een mooie uitzending. Maar gewoon een beetje basic eigenlijk. Het is wat mooier weer vandaag. Ik weet eigenlijk niet hoeveel graden het is. Ik kan even kijken. 18. Er is nu geen regen voorspeld. Maar met Pinksteren wel heel veel. Dus we gaan het wel zien. Ik ga nu eerst even stofzuigen en de kattenbakken scheppen. Ik verwacht nog 2 pakketjes. Als ik die binnen heb, zal ik die even laten zien. Maar ik weet niet.
Die zijn nog niet bezorgd. Ik had wel een, even kijken hoor, een track and trace code. Nou, ze zijn nog onderweg. Dus ik ga het wel eventjes zien. Maar goed, eerst even stofzuigen en zo. Dan kan ik mooi even beginnen met het opnemen van de video. Even de pakjes laten zien. Nou, die ene die komt vanavond pas. Dus die kan ik nog niet laten zien. Die zie jullie morgen. Maar ik heb de nieuwe highlighter gekregen van de Bougie Shop. Echt super goed opgelost. Hij was ook heel goed verpakt. Kijk, en deze is dus helemaal heel. Dus die heb ik nu mooi binnen. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus die ga ik even goed wegleggen. Dat je niet weer kan breken. En dan komt daar dus nog een video over online. Maar ik ben heel blij dat ik in ieder geval een nieuwe heb gekregen. Dat vond ik echt wel heel goed geregeld van de Bougie Shop. Dus heel blij mee. Zo, klaar. Make-up is opgeruimd. Ik had even struggles. Want er zat dus een palette vast achter de la. Toen kon de la niet meer open. Dus toen moest ik die la er even uithalen. Die moest ik even opendraaien. Het was dus een groot oogschaduwpalette. En daar wil ik iets anders mee gaan doen. Daar heb ik een plan voor. Maar dat komt pas als ik bij IKEA ben geweest. Ik heb al wel IKEA gepland. Maar ik weet niet meer precies wanneer. Dus dan ga ik er weer eventjes heen en dan moet ik, daar heb ik iets gezien wat ik wil halen voor mijn grote oogschaduwpalet. Ik heb ze nu gewoon even uitgehaald, want ja, het ging even niet zo lekker. Ik moet sowieso wil ik die hele lades weer een keer helemaal omgooien. Maar ja, tot nu toe gewoon nog eventjes geen zin in gehad. Nou ja, video opnemen ging op zich wel vlot. Ik heb wel wat gebulletjournald, niet heel veel, maar ik kan nu natuurlijk wel helemaal gaan bijwerken omdat ik nu ook geen doodles heb, dus nu kan ik het allemaal een beetje gaan bijwerken tot en met mei. Al heb ik natuurlijk niet superveel gedaan wat erin moet. Maar dat geeft niet. Dus dat komt allemaal wel goed. Wat dingen ingeplakt. Even met washi tape wat dingen geplakt. Dus ja, toen moest ik nog wat dingen inkleuren. Maar toen was het ook wel tijd om op te ruimen en de katten eten te geven. Ik ga straks in ieder geval nagelakt eraf halen. Want het ziet er niet meer uit. Ik heb hier allemaal chips. Ik weet niet of die zin heeft om dat scherp te stellen. Dus dat gaat er lekker af. Dan ga ik zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond dan goede tijden. En ik ga wat dingen terugkijken. Sowieso heb ik nog één aflevering van politieachtervolgingen. Die wil ik even terugkijken. Nog de laatste. En ik ga nog wel iets anders terugkijken. Want er is op donderdag eigenlijk niet echt iets op tv wat ik leuk vind. Muisje wordt hier helemaal gek. Want er wordt hier geboord. En die zit nu wat op het raam. Wat denk ik buiten zit. Ik ben heel blij met mijn highlighter die ik heb gekregen. Echt super goede service van de Bougie Shop. Want ze zeiden ze konden een nieuwe toesturen of te goed. Nou, toen zei ik van ja, ik wil toch heel graag wel een nieuwe. En hij was nu zo super goed verpakt dat hij dus gewoon heel is. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus ik heb hem even netjes weggelegd. Zodat er niks mee kan gebeuren. En ja, daar ben ik heel blij mee. Dat andere pakketje komt dus vanavond. Dus die laat ik morgen eventjes zien wat dat is.
Nou ja, verder ga ik vanavond foto's bewerken. Ga ik lekker verder met mijn Netflix-serie en heb ik weer een flikker. Dus dat wordt het dan ook wel. Ik baalde een beetje. Ik zag dat gisteren seizoen 4 van Hudson en Rex was begonnen op Fox en die heb ik gemist. Nou, wordt die gelukkig de komende dagen nog herhaald? Ga ik hem mooi even opnemen, maar dat was wel even balen. Want ik zat al te denken, elke keer zou het weer komen. Maar ja, ik had het dus, ze hadden het dus gisteren er pas opgezet. Toen zag ik het te laat, toen was het al geweest. Dus dat ga ik wel eventjes instellen. Maar goed, ik ga nu in ieder geval lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag. Het is vrijdag. Het is 3 juni alweer. Tijd vliegt. Ik ben klaargemaakt. Ik heb vanochtend al boodschappen gedaan. Mijn coach is dus deze week was met vakantie, dus die kwam niet. Dus mijn vader is meegeweest. Ik kon ook de plantjes ophalen bij de Plus. Dus ik heb even boodschappen gedaan. We hebben de bank, de onderkant losgehaald. Ik had laatst verteld dat de katten de onderkant van de bank, de stof helemaal kapot hadden gemaakt. En er zat echt zo'n groot gat in. En ik heb het toen de tijd geprobeerd te maken. Dat is toen niet gelukt. Toen zaten we te kijken of we er iets onder konden maken. Nou, we wisten niks. Toen heeft mijn vader het gewoon weggehaald. Ik heb er een foto van. Die zal ik even laten zien. Hoe het er nu uitziet. Waarom heb ik alweer zoveel foto's? Wat is dit? Kijk, hier zat stof. Dat is er dus nu onderweg. En bij deze kant ook. Dus er is best wel wat stof afgekomen. Maar hier kunnen ze dus nu niet meer onder klimmen. Dus dat is wel fijn. Dus dat heb ik allemaal gedaan. Ik heb jullie nog even meegenomen de supermarkt heen. Dat zal ik straks even laten zien. Ik heb gisteravond mijn pakketje binnengekregen. Die kunnen we zo nog even uitpakken. En ik zal natuurlijk ook nog even boodschapjes laten zien zo. Ik heb wel een beetje een dikke pink. Ik heb het idee dat ik geprikt ben. Het jeukt. Hier zit nog een restje nagelak. Maar ik zie niet echt iets. Maar ik zou niet weten waardoor ik geprikt moet zijn. Maar ik vind hem wel dikker als mijn andere pink. Al kan ik die er nu niet naast leggen. Want ik heb natuurlijk mijn camera vast. Maar ik weet niet, het jeukt gewoon. Ik denk dat ik vanavond even heel goed mijn nagel op mijn handen in moet smeren als ik ga slapen. Dat ik eventjes, voordat ik ga slapen, even weer lekker insmeer. Dat het even een goed nachtje in kan trekken, want mijn handen zijn drama. Ik heb gelijk ook even goed gestofzaagd onder de bank. Dat was ook wel fijn, want ja, dat doe je bijna nooit natuurlijk, omdat je niet zo makkelijk bij kan. Misschien dat ik er nu makkelijker bij kan, omdat er niks meer onder zit. De andere kant van de bank, waar ik altijd zit, zeg maar, het loungegedeelte, was nog wel intact. Maar je zag wel dat ze met hun nagels erin hadden gezeten, dat er al kleine gaatjes zaten. Dus daarom hebben we dat ook weggehaald. Gisteravond heb ik Louise en Rowan met poetsen gekeken. Ik krijg er altijd zelf ook poetsvibes van. Ik weet niet, dan zie ik hun poetsen en denk ik, oh, weet je, dan hebben ze ook nog wel van die handige tips, ook voor je voegen. Dan denk ik van, oh, wat goed, weet je wel. Dan heb ik zelf ook altijd de neiging om weer te gaan poetsen. Verder heb ik eventjes de politielandelijke eenheid teruggekeken. Ik had er nog eentje op staan, dat is nu ook klaar. Toen heb ik mijn foto's lekker bewerkt. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Hij is echt steengoed. Ik ga de naam maar niet meer proberen uit te spreken, want ik kan dat niet. Maar hij is echt heel goed. Ik denk dat mijn moeder nu terug hebt, want ik had... Ik had even gevraagd of de plantjes al naar buiten konden. Ik ga ze dus morgen planten. Want de katten zitten er nu steeds bij. Maar ze zegt dat dat wel kan. Dus ik zal even reageren. Dus dat is wel fijn. Ik ben ook zo'n leuk boek aan het lezen. Dus weer heel moeilijk weg te leggen is. Het is weer... Ja, aan de ene kant is die leuk. Het is ook wel tragisch. Maar er zitten ook twee kindjes in. Die hebben dan krullen. En denk ik gelijk aan Lente. Oh, lieve Lente is ziek. Ik kreeg een foto van haar dat ze ziek was. Oh, zo zielig om te zien. Ik hoop dat ze snel opknapt. Maar goed, ik ga eventjes met jullie het pakketje uitpakken. En ik laat uiteraard even de boodschappen zien. En eventjes de plantjes. Dus dat ga ik nu eventjes doen.
Nou, wat had ik nou besteld? Ik heb nu deze hoes voor de Switch. Als ik de Switch een keer mee moet nemen, wil ik hem in een hoes stoppen. Maar deze hoes die past niet dicht. Kijk, nu komt het ook omdat deze hoes eromheen zit. Maar eigenlijk zonder hoes is die ook te krap. Die heb ik toen bij de Action gekocht. Maar hij past gewoon niet dicht. Nu heb ik een nieuwe hoes besteld. Even openmaken. Er zijn altijd wel makkelijke doosjes van. Hij komt bij bol.com vandaan, trouwens. Ik heb nu deze case besteld. En ik vond deze heel leuk, want deze is van Animal Crossing. Hij kan ook voor de OLED. Het works with... Nou, laten we gewoon even kijken of we dit eraf krijgen. Ik moet even snijden. Kijk, nu kunnen jullie beter zien. Het is een Animal Crossing hoes. Ik vond deze zelf heel leuk. Heel mooi bedrukt ook. Er zit ook een heel leuk hangertje aan. Van Animal Crossing. Als je deze dus open doet, kun je hem dus heel goed vastzetten door middel van klittenband. Oh kijk, er zit ook een touwtje aan. Heel handig. En je kunt hier dus ook een gamecard houder in doen. En die krijg je er dus ook gewoon bij. Dus hier kunnen, kijk hoor, 8 kaartjes in. Als je dat open wil natuurlijk. Ah ja, wacht even, hoe zit dat dan? Kijk. Oh nee, zijn er 4 kunnen erin. Je kunt er 4 kaartjes in doen. Hoeveel spellen heb ik? Volgens mij zit ik daar ook op. Dus dat is echt super handig. Die krijg je erbij. Maar nu natuurlijk de grote vraag. Past de Switch nu met deze eromheen? Dus we gaan hem er even in stoppen. Nou, hij zit. Ik wil even kijken, hoe steek ik dit er dan uit? Siri, niet mee bemoeien. Nou, wat goed. Het past gewoon. Ik zal ook gelijk even de gamecardjes erin doen. Ik zal ze even pakken. Dat is volgens mij heel fijn. Deze. Nou, ik heb dus precies nog 3 kaartjes over. Dus laten we die er gewoon gelijk maar instoppen. Want dan heb ik ze gewoon bij de hand. Dat is wel ideaal. Hoe werkt dat? Oh, dat werkt heel goed. Waar is dit voor dan? Oh, hier kun je een SD-kaartje in stoppen, denk ik. Dat is ook wel handig. Nou, rollercoaster erbij. Mario erin. Dan heb je gewoon eigenlijk altijd je spellen bij je. Dat is wel heel, heel chill zo. Zo, die zitten er mooi in. Dan steken we die weer op de plek waar ze worden. Er zit ook een standaard. Je kunt hem ook neerzetten. Die stoppen we hier weer zo in. Zo, kaartjes. Gaat de Switch er weer terug in. Ja, hoe deed ik dat nou? Oh, hier. Klittenbandje gaat dicht. Je Switch kan nergens heen. We ritsen hem dicht. En hij zit helemaal mooi verpakt. Dus helemaal top. Ik zal nu even de boodschappen pakken en die laten zien aan jullie. Nou, ik heb al wel het een en ander opgeruimd. De vriezer dingen en zo. Dus die kan ik niet meer laten zien. Ik had een gratis ontbijtboek gekregen. Die is inmiddels gebroken. Maar die had ik met de Lidl app gratis. Dus die bonen, die moet ik zometeen gelijk ook eventjes afhalen. 2 Rivella's, die waren in de aanbieding. Dat vind ik altijd heel lekker. Nee, ik heb het kat ervoor bij de Lidl meegenomen. Want tijdens je eet het van de Aldi niet zo heel goed. Misschien dat ze deze nog wel weer beter gaat eten. Ja, ik ben zo wisselend wat dat betreft met voer elke keer. Ook niet echt heel relaxed. Ik heb hier nog wel de spekjes, die moeten ook even als ze mogen de koelkast in. Dan heb ik hier dubbel fris, want mijn sap die is bijna op. Ik heb hier de appelperzik, dat is 1+1 gratis. En ik heb deze, de appelzwarte bes. Ik zat heel erg te twijfelen, want ik vind de oranje ook altijd super lekker. Ja, ik moest kiezen, dus ik heb deze gekozen.
Dan heb ik twee keer een frietsaus, want die was in de aanbieding bij de Plus. Ik heb altijd de Classic. Dit zijn van die recyclebare flessen. Die moet je ritsen. Ja, het werkt. Het is echt heel irritant hoor, om eraf te trekken. Maar je kunt ze dus ritsen. Die hebben we ook weer. Er waren een paar creatieve dingen bij de Lidl die ik heel graag wilde gaan maken. Ik heb hier allereerst, ja, dit is, lijkt me wel leuk. Dit is diamond painting. Ik heb dat echt nog nooit gedaan. Maar ik wilde het wel een keertje proberen. En ik vond deze echt heel erg mooi. Dit is dus de Eiffeltoren in Parijs. Ik hoop hem ooit nog een keer te zien. Ik heb hem nog nooit gezien. Maar dat wil ik dus gaan proberen. En dat ga ik jullie dan ook gewoon laten zien als ik daar aan toe ben. Maar hier zitten dus steentjes bij. En ik weet allemaal niet hoe dat precies gaat werken. Maar dat gaan we zien als ik dat ga doen. En ik had schilderen op nummer meegenomen. Omdat deze echt heel schattig waren. Ik heb hier een poesje. Heel leuk. Oh, er zit zelfs een lijstje bij. Wat ik zo zie. Nou, wat leuk. Er zit dus een lijstje bij. Potjes verf uiteraard. Om een poesje te gaan schilderen. Dus het is denk ik wel heel moeilijk. Maar ik vond deze zo leuk. Ik heb ook een grote met een poesje. Want die vond ik ook fantastisch. Want kijk. En ik zag dit dan al helemaal hangen zeg maar in mijn huis. Als ik het klaar heb, zitten dus ook verfjes bij. En dan wordt er dit poesje. Nou, hoe schattig. Ja, ik ben natuurlijk poesjeliefhebber. Dat is wel heel leuk om te gaan doen. Hier zitten trouwens ook meerdere penseeltjes bij. Wat goed. Maar goed, dat ga ik dan. Als ik dat ga doen, ga ik jullie daar uiteraard in meenemen. Het laatste wat ik had, zijn een pakje pleisters. Want die waren bijna op. En ik zal jullie even nog de plantjes laten zien. En dan ga ik eventjes aan de gang. Het is een beetje een bende hier. Ik had ook nog een broodje, maar die is op. Kijk, dit zijn de plantjes. Zoals je ziet hebben de katten er al een beetje bij gezeten. Die ga ik zo even op het balkon zetten. Morgen ga ik ze planten. Maar hele mooie plantjes weer. Dus die gaan we morgen even poten. Ik ga zometeen eventjes de bonen afhalen. Dan ga ik jullie er even bij zetten. En de bende van de ellende hier eventjes opruimen. Want het is echt één grote bende. Ik heb wel een nieuw lampje. Die zit er al in. Een energiezuinig lampje. Deze was 7 watt en hij is echt super fel. Dus ik heb weer een nieuw lampje. Maar goed, nu even opruimen en aan de gang. Hier, maar het moet hier even aangeveegd worden. Dus dat ga ik nu eerst eventjes doen. Dan is het morgen schoon als ik de plantjes kan gaan poten. Dus dat ga ik nu mooi even doen. Voilà, dat is geveegd. Ik heb dit even ingespreid met chloor. Ik weet niet of het wat gaat doen, maar dat gaan we wel zien. Dus kan het morgen nog een keer. Maar het was een beetje lastig, want het waaide weer overal heen. Maar er staat in ieder geval wat netter. Ik ook morgen mooi die plantjes even poten. Dus ik ben hier nu wel weer eventjes blij mee. Zo, ik ben klaar. Ik heb mijn groenten is even schoongemaakt. Ik heb even hier goed gestofzuigd, want het was best wel een beetje vies. Ik heb de keuken even opgeruimd, die was ook een bende. Ik heb even een tas klaargezet met oud papier, dat kan ik dan morgen even in de kliko gooien. Verder heb ik eventjes lekker gebullet journaled. Februari is nu af, dus ik ga nu naar maart. Ik loop nu 3 maandjes achter, maar er zijn niet zo heel veel dingen die ik erin hoef te verwerken, dus dat... is op zich niet heel veel. Wat heb ik verder gedaan? Ja, even het balkon dus schoongemaakt. Dus dat was ook wel prettig. Alleen jammer dat het dus overal heen waaide, want er was best wel een harde wind. Ik heb het raam nu even daar op een kiertje staan, of de deur. Ik heb het raam hier niet open, want het is buiten warmer als binnen. En ik weer die warmte binnen. Het is hier nu 22 graden. Katjes hebben net lekker gegeten. Maar ik ben eigenlijk wel blij. Ik ben blij dat de bank nu gewoon is zoals die is. Ja, het is natuurlijk wel heel zonde. Daar blijf ik bij.
Maar goed, het is niet anders, weet je. En voor nu is het ook gewoon prima. Het speelkwartier is er voor hun nu ook wel af. Dus ja, eigenlijk best nog wel lekker wat dingetjes gedaan. Dus ik kook altijd wel lekker van de vrijdag als ik dan mijn slaapkamer niet hoef te doen. Dan heb ik echt weer lekker eventjes wat dingen voor mezelf. Ik had eigenlijk ook nog even met de administratie aan de gang gewild. Maar ja, toen vond ik het balkon weer belangrijker. Maar dat kan volgende week ook wel. Ik ga zometeen even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik Think Inside the Box. En daarna ga ik even Nieuw Amsterdam kijken. Ik moet mijn video nog in elkaar zetten. Ik moet mijn blogpost nog schrijven. Ik ga sowieso verder met mijn Netflix serie. En ik ga denk ik beginnen met Glad IJs. Dat is vorige week voor het eerst geweest. Dat heb ik opgenomen. Zijn er al twee geweest. Ik ben wel benieuwd of dat het leuk is. Het is ook Vlaams. Ik ga het gewoon eens proberen. En de plantjes staan inmiddels dus ook al buiten op het balkon. Dat ik ze morgen kan planten. Want de katten vonden ze veel te interessant. Dus ik denk dat moet gewoon het huis uit. In ieder geval het huis uit naar buiten. Dus wat dat betreft best wel een lekker middagje gehad. Maar nu heb ik best wel een beetje last van mijn rug en van mijn nek. Dus ik ga nu even lekker relaxen. Dit doet ook nog steeds een beetje zeer. Dus vanavond even goed insmeren. Maar goed, dat is dus even de planning. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder eigenlijk even niks meer doen dan even lekker relaxen. Want ik vind dat ik weer druk zat ben geweest. Dus ik ga bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 4 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik heb gisteravond lekker televisie gekeken. Ik heb allereerst Think Inside the Box gekeken. Op zich wel weer grappig. Ik vind de humor vaak wel leuk die erbij zit. Daarna ben ik verder gegaan met Nieuw Amsterdam. Dat was echt wel heel erg spannend, want dat ging verder bij de vorige aflevering. Dat was ik alweer eventjes vergeten. Was wel een hele spannende aflevering. Dus ja, vol en mooi. Ik heb mijn blogpost geschreven, ik heb een video in elkaar gezet en ook ingepland. Die staat inmiddels ook al online. Toen ben ik verder gegaan met mijn Netflix serie, dat was ook alweer heel mooi. En toen ben ik Glad IJs gaan kijken. Dat wordt uitgezonden op Veronica op vrijdagavond en dat is vorige week begonnen. En ik weet nog niet zo goed na één aflevering wat ik ervan vind. Het is op zich ook, het heeft wel humor, het is een Vlaamse serie. Dus het is op zich wel met humor gemaakt, maar op het einde was ik een beetje confused. Dat ik dacht, oh, dit had ik niet helemaal zien aankomen. Maar op zich was het wel, ja, het was wel grappig, maar ik weet nog niet echt precies wat ik ervan vind. Ik heb lekker mijn boek gelezen. Ik ben echt met een heel interessant boek bezig, dus dat is altijd wel fijn. Vandaag op de planning. Ik moet sowieso even stofzuigen in de kattenbakken doen, maar ik ga zo eerst even beginnen met het poten van de plantjes. Want die moeten eventjes de aarde in en het is nu nog droog en ik weet niet of er ook nog regen voorspeld is vandaag. Maar morgen en maandag sowieso. Dus dan is het fijn als ze klaar zijn. Dus dan ga ik jullie zo meteen even bij meenemen als ik dat ga doen. Ik hoop dat het een beetje lukt. Ik vind het altijd een beetje lastig, maar ik heb nu een schepje, dus het moet op zich makkelijker zijn. Ik moet even mijn kwasten wassen van mijn make-up en daarna ga ik even het boek van mijn blog en YouTube kanaal bijwerken. Want ik heb inmiddels ook eindelijk de statistieken heb ik opgeschreven. Dus die kan ik ook mooi even inschrijven. Maar goed, ik ga nu eerst even de plantjes doen. Dus ik ga even de spullen pakken en dan gaan we naar het balkon om de plantjes te poten. Dus ik neem jullie gewoon weer mee. Thank you.
Zo, de plekjes die zijn gepoot, die staan hier nu mooi. Dus ik ben weer blij, gelijk weer even aangeveegd. Want ja, ik ga toch wat potgrond heen. Maar ik vind het wel weer gezellig staan, zo de plantjes. Dus ja, zijn ook wel hele leuke, moet ik zeggen. Dus laten we hopen dat ze mooi gaan groeien. Zo, de kwasten zijn weer lekker schoon. Daar ben ik wel heel blij mee. Ik vind het altijd wel heel fijn als mijn kwasten weer schoon zijn, zeg maar. Geeft me altijd een fijn gevoel. Het is niet mijn favoriete klusje, maar ik vind het altijd wel heel lekker als ze dan weer klaar zijn. Dus die liggen nu lekker te drogen op mijn slaapkamer. Nou, ik ben ook blij dat ik de plantjes heb gepoot. Ik vond het wel grappig, want ik zag dat aan de overkant bij die woning was die mevrouw die was ook in de tuin bezig. En ik zag dat zij ook die plantjes had. Die had ook al zo'n tray staan met plantjes. Dus ja, wel leuk. Ik vind het ook echt wel hele leuke plantjes. Ik ben blij dat het weer gelukt is. Het ging ook wel makkelijker, want ik had dus nu een schepje. Die had ik dan ook bij de plus gespaard. Dus ik vind het heel erg mooi hoe het er weer bij staat. Dus ik ben blij weer met het resultaat. Ik heb lekker even gebullet journaled. Het liep allemaal even iets anders. Ik was even iets later klaar. Dus ik heb nog niet de statistieken ingevuld. Maar de opzet voor juni is er in ieder geval. En ik heb het voor deze week in ieder geval weer ingeschreven. Dan ga ik volgende week gewoon weer verder. En dan kan ik vast wel wat meer doen. Maar ik vind het wel fijn dat dat ook weer klaar is. Ik heb hele zware oogleden. Oh. Ja. Ik weet niet wat het is. Ja, ik heb gewoon ook niet heel fijn geslapen, want het was toch wel warm. En toen werd ik heel abrupt wakker. En toen, ik weet gewoon niet zo goed. Maar in ieder geval toch wel lekker alle klusjes gedaan. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond heb je op televisie niet heel veel wat ik leuk vind. Dus ik ga even Obese terugkijken. En daarna de BN'ers in het ziekenhuis. Want dat was ook de laatste aflevering. Dus dan ben ik weer een beetje bij met alles. Ik ga vanavond de vlog voor het grootste gedeelte klaarmaken. Zover dat lukt. Zodat ik dan dinsdag het laatste stukje kan doen. Vind ik altijd wel fijn. Ik was bezig met het ordenen van de boeken weer op mijn stickje. Maar hij worp hem steeds uit en ik ben er nu achter waarom dat dus gebeurde. Maar toen hij hem eindelijk dus weer ging lezen, toen wilde ik gaan afsluiten. Want toen wilde ik mijn serie kijken gisteren. Dus misschien dat ik dat ook nog even ga doen. Ik ga sowieso nog eventjes op mijn Switch spelen. Verder ga ik lekker mijn serietje weer kijken op Netflix. En kijk ik even Roosgeur en wat klein. Dus dat wordt verder ook de avond, dus niet heel spectaculair. De katten hebben net ook lekker gegeten, dus alles is weer klaar. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is, welke datum is het? 6 juni, denk ik. Ja, het is 6 juni. Ik heb even de stream aanstaan, want we gaan Fortnite streamen. En er is een nieuw seizoen online gekomen. Gisteravond werd de wereld vernietigd van seizoen 2 en nu is seizoen 3 er. En die is echt letterlijk net live gegaan. Die zou om 12 uur vanmiddag al live gaan, maar dat hebben ze niet gered. Ik heb zelf gisteravond ook nog even gespeeld, maar het was een beetje raar, want ik had hem op solo staan, want ik speel meestal alleen. Maar toen zat ik ineens in een groep met mensen en dat klopte niet helemaal. En na half 11 kon ik niet meer spelen. Maar ik heb gisteravond even lekker wat dingen teruggekeken. Ik heb allereerst Obese even gekeken. Dat is nu weer begonnen. Was wel heel anders. De presentatie is nu in handen van Miluska Witsenhausen. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik vond deze dame niet extreem fors, zeg maar. In vorige seizoenen waren de mensen gewoon echt dat je zag, ja, die moeten echt afvallen. Want die wogen soms over de 200 kilo en deze woog over de 100, denk ik. Maar ze hebben nu ook niet meer dat ze zeggen van je moet zoveel kilo afvallen. Ze mogen nu zelf een beetje beslissen op welk waarvan ze zeggen oké, daar ben ik oké mee als ik zoveel ga wegen. En dan, ja, dat was wel even anders. Maar daar ligt de nadruk ook nu meer op, omdat er is een beetje commentaar gekomen op vorige seizoen. Dus ze hebben het nu anders aangepakt. Maar was op zich wel interessant. Daarna heb ik de BN'ers in het ziekenhuis gekeken. Dat was de laatste aflevering, was ook wel weer mooi. Ik vond het wel aangrijpend. Ik moet ook zeggen dat je gewoon echt mensen van een hele andere kant ziet. Dus er was één man die had echt nog maar een maand of 3 te leven. Toen zei Rachel Hazes zei tegen hem van wat zou je nou heel graag willen doen. Hij wilde gewoon nog een keer naar Blijdorp, naar de dierentuin.
toen is ze met hem nog naar Blijdorp geweest. Dus zei ze van, dan moet je maar eventjes laten weten als je dat wil. Dan ga ik regelen dat je daarheen kan. Daar zijn ze mee gegaan, maar het was wel een mooie laatste aflevering. Ik heb de vlog in elkaar gezet. Zie het voor het grootste gedeelte ook weer af. Nou, daarna heb ik eventjes lekker mijn serietje gekeken. Ben nog even bezig geweest met mijn USB-stickje, maar het is heel vervelend, want hij wordt nog steeds uitgeworpen, dus het zit nog steeds niet helemaal goed. Maar dat was ook wel weer mooi, deze aflevering van die serie. Ja, het is echt een fantastische serie. En daarna heb ik Rozengeur en Wattekalijn gekeken en dat was ook wel weer leuk. Dus verder eigenlijk wel een lekker avondje. Ik ga zo meteen, ik zit dus de stream ook te kijken en ik ga zo even groenten doen. Ik ga even stofzuigen en ik ga foto's maken, dus verder wordt het ook wel een rustige zondag. Dus ik zal straks even de fotospullen laten zien. Ik heb lekker de deur openstaan en het raam, zodat het hopelijk een beetje afkoelt. Het is nu 22,5 graden binnen en ik wacht eigenlijk op de regen, want ik merk gewoon dat ik de laatste dagen heel erg veel last heb van de hooikoorts. Ik heb traanogen, ik klink heel verkouden, ik ben aan het niezen, maar het komt dus echt puur door de hooikoorts. Goed, ik ga nu even wat dingen doen en dan laat ik straks nog even de fotospullen zien. Oké, ik heb fotospullen gepakt. Ik heb hier allereerst een Express Spray-On Base Coat. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Die zou je nagels in 40 seconden droog maken. En het is dus een base coat die je opspreekt. Dan heb ik hier de Essence Lash Princess Mascara, de Curl and Volume. Ben ik ook wel benieuwd naar. Ik heb hier 4 lippenbalsums. Dit is een berry. Ik heb een hemp. Een sweet. En een lavender. Ik weet niet of deze kleur gaan afgeven, maar dat ga ik dus nu even zien. Dus ik ga hier nu mooi eventjes foto's van maken. Nou, ik zit hier nog steeds te wachten op de regen, want dat wil nog niet echt. Maar ja, het ziet er ook niet echt naar uit dat het echt wel gaat regenen. Wat heb ik allemaal gedaan? Ik heb de foto's gemaakt, de groenten afgehaald. Ik heb boven nog even wat opgeruimd. Dus dat was wel fijn. Het is nog steeds, ja, ik moet gewoon echt even weer verder. Maar ja, als het zo warm is, dan is het boven niet te wezen. Maar ik heb in ieder geval even wat oud papier allemaal weggehaald. Ik heb wat uit die laag gehaald. Ik ben even weer begonnen met de administratie. Even alle oude papieren eruit die ik niet meer nodig heb. Die heb ik eventjes boven neergelegd. Want die moeten door de versnipperaar. Want ik vind dat toch niet prettig om het zo bij het oude papier te doen. Maar liever versnipperd. Ik heb even de boodschapjes opgeruimd. Toch even weer het een en ander opgeruimd. Dus nou ja, op zich wel, wel fijn. Dus op zich nog best wel productief geweest voor de zondag. Maar gewoon even meer wat kleine klusjes die even moesten. Ik moet even het oude papier moet weer naar de kliko toe van de week. Ik moet de vuilniszak, die moet morgen eruit. Die moet naar de bak toe. Dus, maar op zich was het wel even lekker zo'n rustig middagje. Ik ga zo meteen nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. En ik heb voor vanavond een mini Vianettaatje, omdat het natuurlijk Pinksteren is. Ik heb altijd het idee dat Pinksteren niet echt heel belangrijk is of zo. Omdat er ook veel minder reclame voor wordt gemaakt. Weet je, met Pasen word je eigenlijk een beetje in de folders helemaal overweldigd met broden en dat mensen gaan gourmetten of zo. En dat is met Pinksteren helemaal niet zo eigenlijk. Daarom sta ik er ook veel minder bij stil dat het Pinksteren is. Het is voor mij gewoon een hele zondag, een gewoon normale zondag. Ik heb er eigenlijk niet echt bij stilgestaan, maar goed. Vanavond, ik ga even Zeeman Confronteert Stalkers terugkijken. Ik wil sowieso eventjes weer het Million Dollar Island kijken en mijn nagels doen. Ik moet verder eventjes foto's bewerken voor een blogpost voor morgen. Eigenlijk ook nog even foto's voor een blogpost voor dinsdag. Dus even kijken hoe ver ik kom. Ik ga sowieso lekker mijn Netflix-serietje weer kijken. En vanavond heb ik weer Flikker, dus dat wordt het verder ook. Dus niet bijzonder en ik ga sowieso even gamen. Ik moet zeggen, de nieuwe Fortnite ziet er echt fantastisch leuk uit. Ik zag ook zelfs achtbanen en zo. Dat zat er echt wel heel top uit. Ik ben ook wel heel benieuwd. Maar misschien dat ik nog even een spelletje ga doen, maar dat weet ik nog niet. Moet ik even kijken. Ik ga jullie nu in ieder geval morgen weer zien, want ik ga verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 6 juni.
Volgens mij heb ik ook een hele domme fout gemaakt. Volgens mij zei ik gisteren al dat het 6 juni was, maar toen was het dus 5 juni. Het is tweede Pinksterdag. Ik ga zo meteen gewoon de standaard dingen doen. Ik ga zo ook even de boel opengooien, want het is hier binnen 22 graden en buiten is het zo'n 16 graden. Dus het zou mooi wezen als het weer een beetje kan doorluchten. In de hoop dat de warmte er een beetje uitgaat. Nou ja, ik ga gewoon even de standaard dingen doen. De douche, de gang, de kattenbakken. Dus niet bijzonder. Ik heb gisteravond Zeeman Confronteert Stalkers gekeken. En ik heb daar met ongeloof naar zitten kijken. Het ging over een gezin. En ze dachten dat ze gestalkt werden door de ex van de vrouw des huizes. Maar hun hele huis was met slimme apparaten bedeeld. En het was dus zo dat... Ja, ze konden alles ook bedienen per stem. En toen ging, ik geloof dat Google Assistant ging praten. En die zei zulke nare dingen ook echt over hun dochtertje. Was heel heftig. Maar toen gingen ze op onderzoek uit. En toen bleek dat die ex het helemaal niet gedaan kon hebben. En die zat er ook helemaal doorheen, omdat hij dus vals beschuldigd was. En wat bleek nu? De man van deze vrouw had het gewoon gedaan. Dus die zei gewoon dat hij zijn eigen dochter wilde gaan verkrachten en zo. Dus ze gingen hem confronteren op een gegeven moment. Eerst hadden ze een gesprek met zijn vader en zijn vriendin dus. Toen gingen ze hem confronteren en hij ontkende het steeds. Ik heb het niet gedaan. Ja, nou ja, als ik het al gedaan zou hebben, dan heb ik het gedaan terwijl ik in een psychose zat. Nou ja, ze hadden eigenlijk al hulp en zo klaarstaan wat ze konden bieden. Maar ja, uiteindelijk bleek dus dat die vriendin en die vader zeiden, nee, wij geloven niet dat hij het gedaan heeft. Dus ze trokken de twijfel van het hele programma. Ze trokken eigenlijk het hele programma in twijfel, moet ik zeggen. Heel raar, want je meldt je aan voor zo'n programma, dan komt er dus iemand uit en dan, ja, geloof je het niet. En ja, die man die moet toch ook geweten hebben dat ze daar wel achter zouden komen, want er zitten zoveel experts op, ik snap het niet. Daarna heb ik Million Dollar Island gekeken. Ik heb mijn nagels gelakt. Ik zal nog even het lakje pakken. Oh, zo, eerst even lekker de boel open. Want het is echt warm. Warmer dan warm. Gewoon. Maar ik heb wel lange mouwen aan. Ik heb het op zich wel fris. En ik heb deze kleur nu opgebracht. Het was de laatste kleur die ik nog op wilde doen. En dit is de 03 Card on the Red Carpet. Dus die heb ik mooi aangebracht. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik heb zelf wat foto's klaargemaakt voor een artikel van morgen. Een extra artikel. Daarna ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Echt super spannend. En daarna had ik gewoon flikken. Dus verder niet heel bijzonder. Ik ga nu in ieder geval even lekker aan de gang. Ik zal even kijken of er nog een was in moet. Maar ik denk dat er niet zo heel veel in ligt van de kleur was nog. Dus dan kan dat nog even niet. Maar ik ga jullie gewoon in ieder geval weer meenemen. Dus tijd om aan de gang te gaan. Zo, ik ben inmiddels klaar. Het is ook beginnen met regenen. Wel lekker. Het koelt nog niet heel hard af. Het is pas 21,5 graden. Dus ja, het gaat heel traag. En ik weet ook eigenlijk niet wat de weervoorspellingen voor aankomende week zijn. Maar goed, dan moet ik maar even kijken. Alles is in ieder geval schoon. Katten hebben schone bakken. De gang is er helemaal schoon. De douche is schoon. Ik heb lekker de vieze vuilniszak heb ik naar de kliko gebracht. En ook gelijk het GFT is weggegaan. Want ja, ik had daar natuurlijk nu ook allemaal blaadjes in zitten van dat ik geveegd heb. Maar ik kwam eventjes bij de voorkant en er liggen alweer allemaal dode beesten. Dus zo word je niet blij van. Dus die moet ik van de week gelijk weer even weghalen. Ze gaan dus wel dood. Dus ergens blijft die lucht misschien toch hangen van die spray. Want ze gaan wel gelijk dood. Maar je hebt gelijk alweer heel veel. Dus dat is een beetje jammer.
Nou, ik heb net even de was opgevouwen. Die nog was niet heel veel. Er was een klein beetje was. Dat heb ik dus even weggevouwen. Dat kan ook weer mooi van de week de kast in. Deze was is bijna klaar. Ik heb toch een wasje aangezet. Die kan dan even in de droger. En dan ben ik ook wel weer redelijk rond, gelukkig. Ja, dan heb ik van de week nog wel een hele grote was. De witte was moet even. Kan deze lekking dan ook mooi bij. Maar ja, verder eigenlijk was het wel lekker. Ik ga zometeen even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond kijk ik Kopen zonder kijken. Ha, de wasmachine is klaar. En ik had nog tenminste houdbaar tot opgenomen. Misschien dat ik dat ook alvast wel even ga kijken. Leek me wel grappig, dus ik ben wel benieuwd. Verder moet ik vanavond 2 blogposts schrijven. Van 1 nog even de foto's verder afmaken. Ik ga mijn Netflix serie kijken en daarna gewoon weer flikken. Dus eigenlijk niks bijzonders. Nog sowieso wel even gamen, maar... Het is niet heel echt een bijzondere planning, maar goed, dat zijn jullie van mij gewend. Mijn avonden zijn nooit boeiend of zo. Ik ga jullie in ieder geval ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 7 juni. Ik ben klaargemaakt. Mijn coach is laat, die komt pas 4:15. Dus dat betekent dat ik nog even wat tijd voor mezelf heb. Ik wil even verder met de administratie, want de map is nog steeds niet klaar. Dus daar kan ik mooi weer eventjes mee verder gaan. Mooi even kijken wat er allemaal weer uit kan. Dan kan het van de week even door de versnipperaar. En dan is dat mooi weer klaar. Maar ik word echt klankjorm van de spinnen hier. Ik had er gisteravond eentje op mijn slaapkamer zitten. Ik vraag me elke keer af, waar komen die beesten binnen? Want ik heb het raam al open gehad, maar en hij stond op het haakje en er zit een hoor voor. Dus binnenkomen kan die eigenlijk niet. Maar oké. Okay. Toen kwam ik net in de keuken, zat er weer een spin. Echt, ik word er niet goed van. Dat is ook echt hetgene wat ik echt haat aan dit seizoen. Gewoon die vreselijke beesten. En oh, ik word er helemaal krankjorm van. Ik heb gisteravond Kopen zonder kijken gekeken. Was echt super leuk. Heel leuk koppel die ging kopen. Was wel een hele uitdaging, want ze hadden een samengesteld gezin. In totaal hadden ze 5 kinderen. Dus er moesten sowieso slechts 6 slaapkamers in huis zitten. Dus het moest best wel een groot huis zijn. Uiteindelijk, oh daar gaat het, tijgertje die lag zeg maar op het kleedje bij het raam en nu was er zo aan het draaien dat hij gevallen is, dus die moet ik zo even oprapen. Maar goed, dat was dus best wel een uitdaging, omdat het best wel een groot huis moest zijn. Ze wilden heel graag een bad, uiteindelijk is een heel mooi huis gevonden. Ja, de keuken vond ik zelf ook niet zo mooi, maar de badkamer vond ik op zich dikke prima. Er zat een bad in, een toilet en ze hadden volgens mij wel 4 douchekoppen. Ja, op zich zou je denken prima met zo'n groot gezin, maar ja, aan de andere kant, als je in de puberteit zit, wil je toch niet meer samen douchen. Dus uiteindelijk hebben ze de badkamer verbouwd, maar ik vond het wel heel klein geworden. Dus dat vond ik het minpuntje daaraan, maar goed, smaken verschillen. Ik vond het tegeltjes ook niet fantastisch hoe die erin zaten. Maar verder vond ik het eigenlijk een prima badkamer. Ik zou er wel in gaan douchen of in bad van gaan, zeg maar, hoe het eruit zag. Maar misschien ben ik ook heel simpel en makkelijk en boeit het me niet zo snel. Ik bedoel, ja, ik begin er nu ook een beetje van te balen dat mijn toilet hier niet apart is. Als ik echt ooit zou gaan verhuizen, is mijn pre wel echt dat het toilet apart zit en niet meer bij de douche in. Maar goed, voor zolang het zo is, is het prima. Daarna heb ik tenminste Houdbaar Tot gekeken. Dat is een programma dat is afgelopen donderdag voor het eerst uitgezonden. Was echt heel grappig. Was met Ruben van der Meer en Ricky Kolen. En hun zijn een stijl en zij komt dan in de overgang terecht. En dat kunnen ze niet echt accepteren of zo. Ik heb er wel heel erg om moeten lachen. Dus dat was heel erg leuk. Ik heb mijn blogpost geschreven. Het blogpost voor vandaag is helaas nog niet afgekomen. Ik kreeg op een gegeven moment ook heel erg kramp in mijn hand. Daar heb ik de laatste tijd heel erg last van. En ook in mijn been. En ik zat ook met Mickey zat bij me op schoot. Tijgertje lag heel strak naast me. Dus ik kon heel lastig op de laptop bezig. Maar goed. Ik heb daarna lekker mijn Netflix serie gekeken. En toen was het tijd voor flikken. Dus dat was allemaal wel weer mooi. Ik ga nu even stofzuigen en de kattenbakken scheppen. En dan ga ik even mijn administratie doen. En ik neem jullie naar de winkel straks wel weer eventjes mee. Maar goed, dan ga ik nu eventjes die dingetjes doen. En dan zie ik jullie sowieso later weer eventjes.
Zo, ik ben echt letterlijk net pas terug, want het is ook 6 uur geweest, want het was allemaal iets later geworden. Ik heb even bij de Zeeman heb ik even wat broekjes gehaald, want ik kwam wat te kort, dus ik heb gewoon deze en deze. Het zijn gewone broekjes en een setje van deze. Heel gewoon, normaal. En ik had 2 singletjes. Deze, die vond ik wel heel leuk. Ik heb bijna geen hemdjes. En deze. Dus die had ik daar eventjes meegenomen. Verder heb ik shootjes. Haribo vetjes. Toiletpapier. Keukenrol. Chocomel. Wattenstaafjes voor in de... voor bij mijn make-up op, want die waren op. Schotjes. Rietjes. En de boontjes. Frikandellen. Een broccolietje. Even alles reinigen, want die van mij was bijna op. Ik heb hem nu gewoon van het plusmerk gedaan. Eucalyptus. Pakje suiker. Nootmuskaat. En de latte melk. Dus dat was alles. Ik ga dit zo even opruimen. Dan ga ik lekker douchen en ook eten koken. Vanavond ga ik eventjes voor hetzelfde geld kijken. En daarna ga ik even... zit hier wat op mijn camera. Oh, dat is er nu af. Ik zat met mijn vinger voor de lens. Dat was niet handig. De vlog ga ik afmaken. Ik moet even mijn foto's bewerken en daarna ga ik mijn Netflix serie kijken en ook weer flikken. Dus ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. En daarnaast staat een belletje en als je die aanzet krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!